Ik wil aangesproken worden als jury. Hi! Hi! Jimmy! Rudy! De voorzitter van deze clubje heeft mij gevraagd om hier een oogje in het zeil te komen houden. Staat u zien voor de veiligheid op deze playback show? Hi! Hi! Ik heb daarvoor drie veiligheidsmaatregelen. Regel 1. Zeven komen er nog wat artiesten op. Ik wil dat je dan stil bent. Ik wil dat je dan stil staat. Je gaat dus niet meer van plaats verwisselen. Als je nu denkt van, Juri, met een rug op, ik kan toch eens van plaats verwisselen, dan word ik u eruit pikken. Ik neem u mee naar de zijkant. Ik kan het oplossen op mijn manier. Samen met mijn twee vrienden, de Mohammed en een Ali. Hi. Hi. Regel 2. Die artiesten hebben graag dat er zo'n beetje ambiance is. Als die vragen voor die handjes in de lucht te steken, dan doe je mee. Als die vragen om in die handjes te klappen, dan doen jullie mee. Als je nu de lul gaat uittangen en je doet niet mee, dan word ik je eruit pikken. Ik neem je mee naar het toilet, want daar wordt de lul op thuis. Hai! Regel 3! En dat is voor die mensen hier van voor. Vooral voor die mensen hier van voor. Straks treden er zo wat meisjes op. Mooie meisjes, jonge meisjes, sexy meisjes, meisjes met een korte rok. Je gaat daar niet onder kijken. Als je pruimen wilt zien, dan moet je naar de groentewinkel gaan. Hai? Ja. Als je nu denkt van kom, ik kom dat toch eens proberen, de jury is niet ontzien. Ik ben wel ontzien. Ik kon u eruit pikken, ik kon dat oplossen op mijn manier. Ik heb daarvoor mijn handboeien en ik heb daarvoor mijn pepperspray. Ik pik u eruit, ik neem u mee naar buiten. Ik laat die pepperspray leeg, daar waar dat de zon niet schijnt. Hai! Dat is dus niet plezant, want dan gaat de 3 maanden zuurkool schijten. Voilà! Zijn er nog vragen? Nice. Voelt iedereen zijn eigen veilig? Ja. Ja. Ja, dan kan de show beginnen. Amuseer jullie.